Hoi, mijn naam is Mike en ik ben een van de roofdierenverzorgers hier in Allands Dierenpark. Vandaag vieren we Wereld Nevelpanterdag en op die dag vragen we wat extra aandacht voor onze nevelpanters. De nevelpanters die komen uit Zuidoost-Azië en zij leven dan vooral in de dichtbegroeide gebieden in Nepal en in Myanmar. Nou, de nevelpanter heeft geen natuurlijke vijanden. Eigenlijk is de mens de allergrootste vijand. Nevelpanters worden gestroopt voor onder andere hun tanden en hun vacht. En die worden vaak gebruikt in medicijnmakerij. Daarnaast wordt het vlees van de nevelpanter ook wel gegeten en zij worden soms zelfs gevangen om als huisdier te houden. Daarnaast is een groot probleem het verdwijnen van het leefgebied. En wat wij daaraan kunnen doen is eigenlijk voor zorgen dat we met z'n allen meer leefgebied creëren en dat gebied ook goed beschermen. Zo is de nevelpanter inmiddels een beschermde diersoort en wordt er dus ook echt strafbaar als je bijvoorbeeld op ze jaagt. Nou, op dit moment leven in Allands Dierenpark een mannetje en een vrouwtje en je kan het verschil eigenlijk heel goed zien. Mannetjes zijn namelijk twee keer zo groot als de vrouwtjes en ze zijn ook gewoon wat grover gebouwd. Dus als je goed kijkt in het park, dan vooral de grootte, dat maakt het meeste verschil. In 2019 zijn er twee nestjes geboren hier bij de nevelpanters, een tweeling en een drieling. En inmiddels zijn al die jongen eigenlijk verhuisd naar andere dierentuinen. En dat is ook heel belangrijk, want nevelpanters die leven eigenlijk het liefst alleen. Inmiddels hebben we wel weer positief advies om een nieuw nestje nevelpanters te krijgen. En daarom zijn inmiddels de man en de vrouw opnieuw aan elkaar geïntroduceerd en gaan we zien waar dat toe gaat leiden. Ik vind de nevelpanters heel bijzonder om te verzorgen, omdat er eigenlijk, zij komen uit een gebied waar maar heel weinig onderzoek gedaan is. Dus er zijn eigenlijk een heleboel dingen die we nog niet weten over nevelpanters. Dus hier in gevangenschap leren we eigenlijk van alles bij over hoe we een nevelpanter het best kunnen verzorgen, maar ook hoe we ze beter kunnen beschermen. En daarnaast zijn het natuurlijk ontzettend mooie dieren. Ouwehands Dierenpark. De natuur roept.